welkom bij Buiten Staalbouw, zeg ik even. Wij zijn een middelgroot staalconstructiebedrijf met totaal 150 man, verdeeld over drie vestigingen in het land. En wij opereren voornamelijk in de markt van complexe staalbouw voor de utiliteitsbouw en voor de rail-infra-markt en voor de bruggenbouw. Wij zijn benaderd door een aannemer uit Groenlo, Binx te weten. En die heeft de opdracht gescoord. En wij zijn mee opgetrokken in dat traject. En daarmee ook onderaannemer geworden van Binx. Op Amsterdam zit je niet in één keer in Amsterdam? Nee. Zoals u hier op de achtergrond ook kunt zien en om mij heen liggen allerlei losse prefabdelen, zal ik maar zeggen. Kijk, deze kap die wordt opgebouwd uit allemaal losse knooppunten, ongeveer 45 stuks. En daartussen worden allemaal staven aangebracht. En dat worden allemaal afzonderlijke staven die ook afzonderlijk naar de bouw toe gaan. Dus dat zijn enorm veel transportbewegingen naar Amsterdam. En in Amsterdam wordt het ook nog wel leuk, want daar moeten we in een overslaghaven moeten we overslaan op een boot. En gaan we door de grachtengordel naar de locatie toe. En van daaruit moeten we op de loskade lossen en naar de bouw toe afvoeren. Ik begrijp weer uit dat het, soms het logistieke probleem misschien nog groter is dan het technische aspect. Nee, dat wil ik niet zeggen. Ze zijn in dit geval denk ik allebei van niet te onderschatten categorie, zal ik maar zeggen. Het is zowel logistiek is, heeft heel veel aandacht nodig. Maar de complexiteit van deze constructie is ook enorm. Het is echt enorm.